Hallo. Hallo daar. Welkom bij de WXC vlog. Part 2. Part 2. Ik heb echt geen bom bij. Nou, leuk dat je nog steeds naar deze vlog kijkt. We zijn vandaag bij podiumtraining nummer 2. En we hebben er veel zin in. We hebben de stad van Baku even bekeken en inmiddels zijn we gearriveerd bij podiumtraining nummer 2. Dus daar gaan we natuurlijk even wat mooie cinematic shots van laten zien. Wilco, take it away. Hij staat aan hoor. Go, you say Holland, go! 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 Vandaag is de eerste wedstrijddag hier in Baku. Het is vandaag donderdag 25 november. En vandaag komen Dylan en Marit in actie en ook Lissa. Na uiteraard gewoon van 11-12 met Lieke en Mackenzie. Dat was hem. Marjolein, zeg even hallo tegen de vlog. Die moet ook springen vandaag. DMT is ook aan de beurt. Are you excited? She's very excited. Gelukkig, gelukkig. Zeg even waar we zijn. We kijken naar 13-14. Nee, we staan gewoon even de trampolines aan het bekijken. Talissa moet zo springen, dus daar zien jullie zo meteen de beelden van. Emre, wat ben je aan het doen? Concentreren. Wat een mooie vlecht. Megan, een beetje illegaal. Zo. Vet. Heel erg jong. Dus dit mag niet, dit is illegaal, Rick. Zeker illegaal, dus gewoon 4 jaar wachten en dan mag het wel. Wat gaan we hiervan vinden, Emre? Ik wacht nooit 4 jaar. Dylan, kijk, Team USA. Woo! Amazing. Shout out voor de YouTube channel. Hey, baby, hey. Hoe? USA. From the USA. Yes. Nou, allemaal die niet volgen. Goedemorgen allemaal, we zijn in de wedstrijdhal. Want het ruikt wel een beetje. Vandaag moeten springen Joja, Fabienne, Anouska, Megan. Waar is Guus? Guus! Daar hebben we... Guus! Goeie voice crack zeg, jezus. Goeie... Nou, maak er maar een leuke edit van Milko. Dan deze. Die? Maar dat is onze trainer. De 13-14. Oké, ja, ik kan ze allemaal niet vinden. Vergeet natuurlijk niet te liken, vergeet natuurlijk niet te abonneren op Milko's kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet op het belletje te drukken. Peppy, we hebben weer een probleem. Vertel jij het, de camera staat op jou. Twee Nederlanders en ja, ze springen op hetzelfde moment. Ja. Dus daar wordt een keuze gemaakt. Precies, dat was gisteren ook al met Marjolein. Het spijt me, Marjolein. De oefeningen waren niet door mij gefilmd, het spijt me. Ja, dat was... Tomorrow. Dylan met zijn nieuwe waggy, man. Hier. Wacht even. Safety. Safety first. Even wat sfeerbeelden maken. Moving with the speed of sap. Alsjeblieft, Joep. Gefeliciteerd, hè. En Milko, ja, ik heb inderdaad Joep zijn camera meegekregen. Vrijwillig. Het was niet heel slim. Nog? Hallo. Waarvoor is dit? Waar zijn die camera? Pepijn, jij hebt mij deze camera gegeven. Is dit verstandig? Nee. Ik denk het niet. Ja, zal ik hem weer overpakken? Nee, nou is voor mij. Is het goede kwaliteit? Nee. En ik heb gisteren ook wat dingen op Joep's camera gefilmd en dat heeft hij niet gezien. Oké, nou ik heb geen idee. Geen idee wat het is, Milko, maar doe er iets leuks mee. Edit hem even leuk, dat hij even voor lul staat. Nou, beste kijkertjes. Beste kijkers, jullie hebben de enorm mooie video's gezien, als het goed is. Ik denk dat we allemaal mogen zeggen dat we vrij tevreden zijn met het eindresultaat. Ik ben uiteindelijk 13e geworden. Doe even een coole edit Milko van... Niet doen, laat dit er zo in. Laat dit er zo in, dan staat hij voor lul. Het is al, we kwamen totaal... Het is oorlog in dit land. Hè. Dat, ja. Het is oorlog in dit land. Ja. Kogels vlogen om mij heen. Ik dacht, wow. Ja, ik dus, allemaal mensen, pak al die mensen zo vermoorden. Ja. En ik help, hè. Ja. Ik hield ze vast. Ja. Zonder wat had je ze niet raken? Nee. Al die 10-jarige kindjes, jullie
Emre nog niet kennen. Hier is die. Volg me even op Instagram. We hebben hier zijn Instagram in beeld. Ja, we hebben hier zijn Instagram in beeld. Wilco, doe dat, Lex. Nee, zet maar iets van Gayboy Midget of zo. Wedstrijddag, synchroon. Voor ons. Voor iedereen. Voor ons. Voor ons synchroon. Oh, sorry. Nou, doei. Emre, waar zijn we? Kijk. Nee, waar zijn we, Emre? Nog steeds in Azerbeidzjan. Ik film je. Ik viel ook. Echt? Ja. Oh, ik zit hier naar ik ga goed met mijn handen om. Ja. Maar dit kan er ook niet in, hè? Dit... Nee. Gaan we niet doen. Milko, alles wat ze heeft gezegd, gewoon blurren. Dat heb je bent er ook een keer gedaan. Ik denk dat ze vierde worden. Alles wat ze heeft gezegd, gewoon blurren. Vrouw hoor in de keuken te staan. Juist. Beste mensen, okay. We zijn onderweg terug naar Nederland. We zitten nu in de bus richting het vliegveld. We hebben een goede laatste dag gehad op de wedstrijd en we zijn denk ik allemaal best wel moe van die wedstrijd. Goede laatste dag, ja. Goed geen alcohol, dat doen wij absoluut niet aan. Wat een liefde, wat is hier gaande? Dankjewel voor deze week. Ja, alles wat jullie nu eigenlijk van ons hebben gezien was echt meuk kwaliteit maar grappen. Ja, zo weg en dan zijn we klaar. Dan hoef ik jullie ook niet meer te zien hopelijk. Ja, dankjewel. Milko doet er iets leuks mee. Als je er niks mee doet, dat snap ik heel goed. Daar is het, ja. Ik heb niet meer te vertellen. Houdoe. Wij zijn nu in Istanbul. We zijn geland, tussenstop. Inderdaad, ja. Nou, dan gaan we verder. Lekker weer. Vliegtuig. Lekker. Hij had de hik. Ja. Misschien groei ik toen nog wel een keer.